Ja, beste Racing nieuws 365. En zoals jullie achter mij zien, staan we hier nog steeds in Barcelona. Bij het Circuit de Catalunya. Want daar stond vandaag natuurlijk de tweede testdag op het programma. Een interessante dag, wederom, maar wel een tegenvallende dag voor Red Bull. Sergio Perez kwam vandaag namelijk maar tot 77 ronden. Niet heel slecht, maar toch wat teleurstellend. Zeker na het optreden van Max Verstappen gisteren, die tot bijna 150 ronden kwam. Lag de schuld dan bij Sergio Perez? Nee, absoluut niet. Het was natuurlijk zo dat de versnellingsbak kapot ging in de ochtend bij Red Bull. En uh, ja, het duurde even voordat ze die gerepareerd hadden. En daardoor kwam Sergio Perez vandaag dus maar uh, ja, weinig in actie. Zeker als je het vergelijkt met Ferrari. Die kwamen tot 150 ronden. En dan is het natuurlijk toch wel een verschilletje. Dat is jammer, omdat in uh, deze fase van het seizoen. Zoals we altijd al belichten: de ronde, het aantal maken van het aantal ronden. Ja, dat is belangrijk op dit moment. En daardoor is het dus jammer voor Red Bull dat, uh, ja, dat ze wat tijd zijn misgelopen vandaag. We spraken nog wel met Max Verstappen vandaag. Ja, hij liet weten dat de auto's van dit jaar, zoals verwacht, iets langzamer zullen zijn. Maar ja, als je uiteindelijk naar de score kijkt, naar de eindlijst van vandaag, kwam Leclerc toch tot op drie seconden van de poltijd van Lewis Hamilton van afgelopen seizoen. Dus wat dat betreft is het ook wat Max Verstappen al gedurende de mediasessie van vandaag, van vandaag aangaf. Weliswaar zijn de auto's langzamer. Maar de ontwikkeling gaat zo ontzettend snel dat gedurende het seizoen de auto's van dit jaar waarschijnlijk alweer net zo snel zijn als vorig jaar. Interessant om te volgen. Morgen komt Max Verstappen overigens weer in actie. In de ochtend en in de middag is het weer de beurt aan Sergio Perez die dan ja, onder natte omstandigheden zal gaan rijden. Het weer gaat waarschijnlijk niet omslaan hier. Er zal waarschijnlijk nog een zonnetje schijnen morgen. Maar Pirelli gaat de baan toch nat maken, zodat de coureurs wat ervaring op kunnen doen met ja, deze wagens in natte omstandigheden. Dat is handig, want dit jaar ja, vandaag kwamen er ook wat beelden vrij van Leclerc. Daarin zag je duidelijk dat ja, de wagen, de Ferrari, die, die stuiterde wat over het rechte stuk. Nou, dat is natuurlijk het ground effect en dat is heel interessant om dat goed te volgen. Daarom heeft Jesse Jansen op de redactie in Eindhoven daar vandaag een stuk over geschreven. Lees dat alsjeblieft terug op de site. Een mooi stuk over de ground effect die dit jaar zeker een grote rol gaat spelen. Dat geeft ook Matteo Binotto aan, de teambaas natuurlijk van Ferrari. Ja, hij zegt ook van goed, dat moeten we echt onder controle zien te krijgen. En we zullen niet het enige team zijn dat er tegenaan loopt. Nou, dat is duidelijk, want ook Alfa Romeo en Haas hadden gisteren al wat problemen. De bodem raakte beschadigd, doordat de wagen eigenlijk constant op de grond klappert. Ja, dat is natuurlijk voor geen één wagen goed. En zeker niet voor een Formule 1 auto. Dus lees het stuk, zodat je ook van de techniek weer op de hoogte bent. Nou, voor de rest, ja, Rusland. Dat was natuurlijk ook een thema vandaag. In de persconferentie werd uh, Sebastian Vettel er eigenlijk vrij snel naar gevraagd. Van ja, wat gaan we dit jaar doen met de Russische Grand Prix? Nou, Vettel liet al weten dat hij persoonlijk zou afzien van de Grand Prix dit jaar. Dat hij daar niet wil rijden. En de andere coureurs, ja, die gingen toch eigenlijk wel een beetje mee met de stelling van Vettel. Ze wilden allemaal niet, zoals Vettel, duidelijk stelling nemen door te zeggen, daar gaan we niet rijden. Iedereen wil natuurlijk eerst even met elkaar spreken om te kijken, oké. Okay, wat is nu de beste beslissing? Gezien uh, ja, wat er nu ook allemaal in de sportwereld gebeurt, lijkt het erop dat het, ja, de kans groot is dat we dit jaar niet naar Rusland gaan: dat er geen Russische Grand Prix zal plaatsvinden. Dat weten we natuurlijk nog niet zeker, dus laten we dat de komende dagen afwachten. Maar het is in ieder geval duidelijk dat Rusland ook ja, hier in de Formule 1 natuurlijk een groot thema is. Nou, voor de rest, Ferrari. Ferrari maakte veel indruk. Ze reden niet alleen 150 ronden, maar ze kwamen ook tot de snelste tijd met Charles Leclerc. Dus wat dat betreft ziet het er heel goed uit. Die Italianen ja, die kloppen zichzelf natuurlijk al in de media op de borst. Maar het is nog allemaal afwachten. Het is koffiedik kijken. Pas in Bahrein in de kwalificatie en tijdens de race zullen we meer weten over de absolute snelheid. Het is in ieder geval mooi om te zien dat de meeste teams de papieren goed op orde hebben. Dat er veel ronden worden gereden. En dat eigenlijk alleen Alfa Romeo en Haas ja, het toch nog wat lastig hebben. Misschien komen zij morgen tot meer ronden. Dat zullen, we jullie natuurlijk, dat zullen we jullie natuurlijk laten weten in het liveblog, terwijl hier wat auto's natuurlijk passeren. De fans die zijn nog altijd op zoek om uh, ja, een glimp van de coureur op te vangen, wat mooi uh, om te zien is. De Spaanse fan is uh, zeer enthousiast over de Formule 1. Maar goed, morgen dan zien we jullie natuurlijk weer. Jullie hebben ook vandaag weer massaal ons live blog gevolgd, waarvoor natuurlijk dank. Morgen zullen we dat wederom vanuit hier, vanuit Barcelona en ook op de redactie in Eindhoven natuurlijk aan jullie brengen. Het laatste nieuws, check dat tot op onze site en dan zien we elkaar morgen weer. Doei doei!